Binnen de Partij van de Arbeid in Nijmegen ontstond enkele weken geleden onrust over de aanwijzing van het oud-Gelder statenlid Theo de Wit als de lijstaanvoerder bij de komende raadsverkiezingen. Op de ledenvergadering van 14 december was er een extra stemronde. Leden konden kiezen tussen Zelman en de Wit. En Zelman kreeg 2/3 van de stemmen een wel heel overtuigende meerderheid. Wij willen investeren de komende jaren in werk, omdat werk is heel belangrijk voor mensen, voor eigenwaarde. En dat heb ik niet alleen over betaald werk, alle vormen van werk. Want we hebben in Nijmegen heel veel vrijwilligers waar wij heel trots op zijn. Dus we willen daarin gaan investeren de komende periode om de mensen een zeker bestaan te kunnen bieden. Ik zal de komende periode hard met ons team aan het werk gaan. En ook wel tijdens de campagne, maar ook daarna, om armoede onder kinderen te bestrijden. Want er wonen veel te veel kinderen wat mij betreft in Nijmegen, die leven onder armoede. We doen heel veel als Nijmegen, maar wat mij betreft kan beter. En dat zal hoog prioriteit hebben op onze lijst om zeker te zijn van goed bestaan voor deze kinderen. Ik ben geboren in Bagdad, een stad waar Tigris doorheen stroomt. En we hebben hier de Waal. En de bocht bij de Waal hier bij Nijmegen, het is precies hetzelfde in Bagdad. En dat altijd als ik aan de Waal sta, dan waan ik me in Bagdad. En dat is een hele mooie verbinding voor mij tussen mijn vader en moederland, of moeder en vaderland, wat hij het ook noemt. Nijmegen, Nederland en Irak. Ik heb kennis gemaakt met sociaaldemocratie tijdens mijn voorbereidingsjaar voor mijn opleiding op de Radboud Universiteit. En ik heb gelezen over vadertje Drees, dat hij de AOW heeft geïntroduceerd. En hoe mensen zo dankbaar waren dat het ook wel verhalen dat mensen toch wel wat overblijft van de AOW terugsturen naar de staat. En ik dacht, deze man, deze partij, de sociaal-democratische principe waar deze partij voor staat, moeten we blijven voorknukken en deze principe vasthouden. En daardoor ben ik geïnspireerd en ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid.